Hoi, ik ben Kwebbelkop en leuk dat jullie kijken naar 538 Release Reacties. Vergeet niet te abonneren op het kanaal en je zal geen aflevering meer missen. Oh, Britney Spears. Oh, fantastisch. Mijn zus was een hele grote fan en ik dus ook stiekem wel. Ik was vroeger wel een beetje verliefd op Britney Spears. Ja, dat was wel toen ik erachter kwam dat ik op vrouwen viel. Laten we het daarop houden. Ja, ja, ja. Ik kan de clip heel goed herinneren hoor. Ja, die staat op mijn netvliezen gebrand. Harry Styles, As It Was. Ik hou wel van Harry Styles. Maar niet zozeer als zijn muziek. Maar dat is wel een lekker nummer. Ja, ik vind Harry Styles persoonlijk vind ik wel echt een toffe gast. Zijn muziek vind ik ook wel goed, alleen het spreekt me niet zo heel erg aan. Ik vind het redelijk feminine. Wie was ik voor mijn YouTube-carrière? Jordi? Ja, eigenlijk was ik eigenlijk altijd videospelletjes aan het spelen. Ja, that's it. Ik ben opgegroeid zonder luxe. En een redelijk arm gezin. Mijn moeder en mijn vader waren gescheiden en mijn moeder die... We kwamen eigenlijk nog net rond, maar gelukkig kan mijn moeder heel goed sparen, dus konden we wel één keer in het jaar op vakantie. Maar mijn beeld te schetsen, mijn kamer stond vol met dingen van het grof vuil. Alle meubels en de bank en alles kwam van het grof vuil. En ik heb ook wel periodes gehad waar mijn schoenen gaten hadden en mijn broeken gaten. Dus voor mij is het zeker een gigantisch verschil met nu. En dat zorgt er ook wel voor dat ik de mindset heb van blijf sparen en blijf verdienen. En doe geen gekke, gestoorde dingen met je geld als je het niet kan veroorloven. Voor mijn 21ste verjaardag, mijn doel was altijd... voor mijn 21ste miljonair zijn. Nou, dat was gelukt. En ik had heel veel gespaard. Echt niks gekocht. Toen voor mijn 21ste verjaardag had ik een prachtig horloge gekocht. Die heb ik nog steeds, maar niet om. Die ligt lekker in de kluis. Je wil niet meer rondlopen in Amsterdam met mooie horloges. En dat is mijn aandenkertje aan het begin van alles en mijn mooie succes. 95% van wat ik verdien, misschien zelfs meer dan dat, herinvesteer ik. Als ik echt wel heel hard ga, dan huur ik een jacht of zo. En dan ga ik daar een week op zitten in Zuid-Frankrijk. Met wat vrienden gaan feesten. En dat is als ik echt één keer per jaar echt... ga ballen. Wat kost zoiets? Ja, ligt eraan hoe groot je jacht wil. 3-4 ton? Nee, grapje. Nee. Dan één keer in het jaar een jacht van 20.000 euro voor een week. Maar dan ga je met een groepje en dan split je het met vier man, zoiets. Er zijn zeker mensen die met me mee willen liften. Ja, tuurlijk. Daar krijg je ook uiteindelijk wel een radar voor. Ik heb verhalen van vrienden die geld van me stelen. Die ik een lening geef en het nergens naartoe gaat en ze er dan vandoor gaan. Ja, het is heel sneu, maar zo leer je op een hele brute manier wel echt je vrienden kennen. David Guetta en Becky Hill en Ella Henderson. Crazy What Love Can Do. Ja, zo echt klassiek David Guetta. Prachtig. Ja, hier zou ik wel naar luisteren op mijn jachtje. Dit is zeker mijn muziek. Ja, ik ben wel echt van de house, gewoon van de clubbangers, summer hits. Daar luister ik het liefst naar. Of Japans. Ik vind Japans fantastisch. Ja, dat is echt mijn guilty pleasure. Iemand die verliefd is op vakantie en lekker aan het feesten is en dan verliefd wordt op Ibiza of zo. Hoe was het om te daten in mijn positie? Om eerlijk te zijn, ja, echt heel leuk. Ja. Het gaf mij de mogelijkheid om echt een beetje te verkennen. Wat wil ik? En eigenlijk van alle smaken kunnen proeven, om het zo maar te zeggen. Ja, in Amsterdam vrijgezel zijn is al fantastisch. Laat staan als je ook een beetje bekend bent. Beetje? Nee, grapje. Nou, ik was dus vrijgezel geworden midden toen corona begon. Dan heb ik gewoon Tinder in de cirkel gedownload en op Instagram lekker lopen kletsen. En eigenlijk hoe de date er altijd uitzag was...
Kom lekker naar mijn huis toe en we drinken een fles rosé op en we zien wel waar we belanden. Als ik date, dan date ik liever gewoon bekend. Maar ook om een beetje te kunnen profiteren daarvan. En om eerlijk te zijn was ik ook niet zozeer echt heel erg op zoek naar de liefde meteen. Maar in het begin was het gewoon van oké, blauw vinkje, ik stuur je een DM. Oh, wie zit er allemaal met jacuzzi geweest? Ja. qua Nederlandse dames... dat kan ik echt niet maken om te zeggen. Maar laten we zeggen, ik val op blond. Je kan denk ik wel een lijst maken van de mooiste 5 blonde Hollandse dames. Die vrijgezel zijn / waren of zich voordeden als vrijgezel. Daar ben ik van de 5 wel met 3 op date geweest. Allemaal blauwe vinkjes, ja. Internationaal. Ja, ik heb een keer met een Australische zangeres gedate. Ja, Kia heette ze. Ja, dat was wel dat was een leuke. Ik heb echt wel de ware gevonden. Ja, ze heet Sophie. Prachtige dame. Ze houdt niet van op social media zijn. Echt zo'n Nederlandse boerin is het. We hebben elkaar ontmoet op Tinder. Het was haar eerste Tinder date die van mij, nou 150 of zo. We hadden lekker gekookt en gewoon een beetje gekletst. En toen ben ik eigenlijk een maand lang helemaal vergeten om er te appen en dat soort dingen. Ja, ik was in december heel druk met werk. En vergeet ik dat soort dingen wel eens. Toen zei ik, weet je wat, ik neem je een keer mee op date. Maar dit keer ga ik wel echt laten zien wie de echte Jordi is. Want voorheen was het gewoon player Jordi, om het zo maar te zeggen. Toen zei ze, nou is goed, wat gaan we doen? Alles was in lockdown. Toen zei ik, nou, ik ga je mee uit eten nemen. Ze zei, ja, wat gaan we dan doen? Want alles is dicht. Gaan we naar de McDonald's of zo? Ik zei, ja, is goed. En toen gingen we naar mijn huis om het op te eten. Gaf ik mijn assistente een lekkere McDonald's. En toen hadden we bij mij thuis gewoon Michelinsterren kok restaurant thuis gemaakt. Ja, toen had ik er wel te pakken. Rehab My Pony. Oké. Ik vind het best wel lekker. Dit is wel zo'n summer hit. Ja, hier zou ik wel naar kunnen luisteren in lekker op een bootje in de zomer. Prachtig weer. Ik vind het wel leuk. Laat ik zo zeggen, ik heb redelijk veel gefeest in mijn leven. Ik hou wel van feestjes. Maar niet echt de Nederlandse clubs. Die vind ik dan weer net niet. Maar op Ibiza of in New York, Las Vegas. Dat soort clubfeestjes daar, fantastisch. Kan ik nog uit in Nederland? maar het is niet meer zo leuk. Dan sta ik daar in de Café de City en ik ben de hele dag foto's aan het maken en ik word gefilmd en het is niet meer zoals vroeger. Dus nu als ik uitga, dan staat er een grote beveiliger naast me en ik ga gewoon lekker. Alleen ik moet wel oppassen dat als ik helemaal lam op het Leidseplein rondloop, dan sta ik volgende dag op social media. Het dikste, denk ik, wat ik gedaan had, was ik zat in Los Angeles voor business. En wat vrienden van me zeggen, ja, zullen we naar Vegas gaan? Ik zeg, nou is goed. Zeggen ze, ja, we hebben een privéjet geregeld. Ik zeg, oh, tof. Van Dan Bilzerian. En dus we vlogen op Dan Bilzerian zijn privéjet, ik en een hoop YouTubers, naar Las Vegas toe. En toen stonden we daar met Tiesto die was aan het draaien, stonden we te knallen. En Gordon Ramsay stond ernaast. Dus dat was al een van de tofste. De volgende avond Steve Aoki en toen moest ik terug naar huis vliegen. Fantastisch. Davina Michelle, No Angel. Honey, thank you. Oeh,
Vroeger vond ik dit soort muziek leuk, maar nu ben ik er echt niet meer van. Eerder misschien leuk voor een 13, 14-jarig meisje. De beste Nederlandse artiest. Als ik moet kiezen, Martin Garrix. Wie is de slechtste? Ja, Lil Kleine. Fantastische muziek, maar qua rolmodel en gedrag en dingen die hij doet, nee, sorry hoor. Dat heb ik wel echt niet. Ik heb hem verwijderd uit al mijn playlists. Mag niet meer in de auto worden afgespeeld. En voor mij is het ook gewoon helemaal klaar. You look fat, is what some said. Honey, thank you. I accept the compliment. I am who I am. Ik krijg volgens mij het meest online haat van iedereen, maar je leert ermee leven en uiteindelijk denk ik van ja, is goed, doe ik mijn laptopje dicht en dan loop ik even een rondje in mijn huis en kijk ik rond en denk ik, wauw, wat heb ik een mooi leven. Eigenlijk de enige haatcomments die me wel echt destijds pakte was toen mijn vader was overleden. Dat ik een YouTube-video over gemaakt voor mezelf, voor ten ere aan mijn pa, maar ook voor andere mensen om te inspireren. En wat ik dan, de haatcomment die ik dan af en toe nog krijg, en nu doet dit me niet zoveel meer, maar destijds wel, was ja, je hebt een video gemaakt over je pa om geld te verdienen. En destijds deed het heel veel pijn. Want ik zat er hevig te typen, nee, maar ik heb alles gedaan. Nee, maar je meldt je pa. Nee. Dat was juist een ding voor het goede doel. Dat vond ik een beetje sneu. Ik heb heel vaak getwijfeld om gewoon te stoppen. En dat hoort er ook bij. Hoe ik dat zie is, in het begin had ik het voordat ik 10.000 abonnees had. Maar ook bij 100.000, ook bij 1 miljoen, bij 5 miljoen, bij 10 miljoen. En elke keer als door mijn hoofd heen ging, dacht ik, oké, dit is het moment waar heel veel mensen stoppen. En dit is juist waar ik door blijf gaan en blijf pushen. En dat is waarom het mij wel gaat lukken en al die andere mensen niet. We zijn de nieuwe influencer aan het bouwen, de virtuele influencer. En wat dat inhoudt is, ik ben natuurlijk een fysiek een mens. Als ik doodga of iets, dan is mijn hele YouTube-kanaal klaar. Dus ik dacht, nou, wat zou top zijn als we een influencer hebben die niet moe kan worden, die niet ziek kan worden, die niet dood kan gaan, die altijd kan blijven leven. Nou, dat is dus de virtuele influencer. Dus dat echt uitbouwen, dat is mijn grote doel waar ik nu mee bezig ben. De revolutie beginnen, mens tegen robots. Ja, en dat, ik kan al gaan liggen en geld verdienen. Ik hoef ook al echt al nooit meer te werken, al jaren niet. Maar ik doe het echt gewoon omdat ik het leuk vind. Ik zit hier omdat ik het leuk vind. Ik ga naar kantoor omdat ik het leuk vind. En daarom ga ik nooit stoppen.